De nieuwe gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, Maurus Roemer, die vandaag officieel is begonnen met zijn werk, heeft vanmorgen een persconferentie gehouden over de aanpak van de prikkelen bij de moederbank. Hoewel de gouverneur nog geen totaal zicht heeft op alle problemen, wil hij als eerste werken aan het stabiliseren van de koers en het versterken van de deviezenvoorraad. De gouverneur was niet in staat te vertellen of er een devaluatie komt of niet. Dat is een van de moeilijkste vragen. Je zou natuurlijk een redenering kunnen hebben dat de officiële koers niet meer wordt verdedigd. Maar om dan te komen tot het punt wat u zegt, ik denk dat we daarover toch stevig met elkaar in discussie moeten. Om de vraag te beantwoorden in termen van, zou dat nou feitelijk komen tot, zoals u de vraag stelt, tot een devaluatie. Maar nogmaals, in de praktijk hebt u gelijk. Maar dat besluit, zover zijn we natuurlijk nog niet. Governor Roemer zei verder dat hij meer tijd nodig heeft om erachter te komen wat er met de 100 miljoen US dollar kasreserve is gebeurd. Ook zei hij dat indien de regering wederom een beroep doet op de middelen van de moederbank, eerst afstemming zal moeten plaatsvinden. Allocaties, dat is een continu proces. Dat zal niet anders zijn, gelet op de taakstelling van de centrale bank. Waar het over gaat is dat je met betrekking tot de mogelijkheden, en die zijn op dit moment zeer beperkt van de centrale bank, laten we dat op dit moment meteen heel helder stellen, dat je bij het maken van die keuze, waarbij we weten dat de behoeften groter zijn dan de beschikbaarheid, dat je na zou moeten gaan met elkaar, hoe ga je komen tot het maken van die keuze. En ja, daar gaat er natuurlijk altijd een spel zitten tussen, ik zal maar zeggen, de regering, wat die wil, en uiteraard de mogelijkheden die de centrale bank hierin heeft. Governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurus Roemer, vandaag tijdens zijn eerste persconferentie. Eerste actiepunt van de governor is de stabilisatie van de wisselkoers en de versterking van de deviezenvoorraad.